Dames en heren, een hartelijk goedemiddag. Fijn dat je er allemaal bent bij dit dubbelconcert. Muziek hier staan Andraai op de Violetta met zijn speler en bestierder Adrie Vergeer. En u ziet hier het kistorgel van de Gouden Sion samengebouwd door de orgelmaker Klop. U zult ook nog het grote zuidelijke barokorgel horen dat daar tegen de westwand hangt te prijken, maar dat was helemaal aan het eind. Ja, zou je zo kunnen vertellen over die orgel? Ja, orgeltje. Nou, in ieder geval, ik heb hem jaren geleden gebouwd, zo ongeveer in de 70 jaren. Ze hebben één van mijn eerste orgeltjes. Ik speelde daar vaak mee op de ambachtsmarkt, onder andere hier in Gouda. En want dan demonstreerde ik ook hoe je orgelboeken maakte, zo kapmachientje of ontmachientje. Daar stond dit als muzikale omlijsting altijd bij. Zo ongeveer daarvoor heb ik hem gemaakt, maar ook bijvoorbeeld om in verzorgingshuis te spelen. Want dat past natuurlijk mooi in de lift. Het is wat dat betreft de dispositie zelf bedacht. Althans de indeling van de tonen. Het gamma zoals wij zeggen. En het is natuurlijk heel beperkt. En het zit, het zit een beetje ingenieus in elkaar. Want in zo'n klein formaat heb ik toch heel veel bij. Dus dat is wat bijzonder. Nou, heel bijzonder is natuurlijk met Gerben en samen. Ja, dit avontuur aan te gaan, tenminste wat betreft, er is een nummer bij dat we echt vraag en antwoord muzikaal gaan doen. En dat, nou ja, dat moet allemaal natuurlijk gaan doen, maar we gaan het proberen. Dankjewel. We spelen eerst een tambourin van een Franse barokcomponist, Nicole Seck. Ja, we hadden nogal wat goed in haar om dit samen te kunnen laten spelen. Het kistorgel staat normaal gesproken op de Europese afgesproken toonhoogte A44. Voor deze gelegenheid moest hij naar 34. Nou, dat vindt de orgelpijp niet zo heel erg plezant. Die orgelpijp wordt gezet met een stop die in de pijp gaat, waarmee de lengte wordt beïnvloed. En nu zitten de stoppen bijna helemaal onderin. Dus zometeen na het concert dat moet ik even de tang pakken om te kijken of ik ze nog van de bodem kan wissen. Bovendien moest het klavier een hele toon naar beneden worden verschoven. En moest ik de muziek transformeren naar een toonsoort zodat het allemaal gaat. Maar van harte, het is leuk. En toen zag u daar op het hoogkoor links een orgel hangen.
voor dat. En rechts ook. Toen dacht u natuurlijk als zuinige Hollander, moet het anders zien, wordt het niet genoeg? Nee, zeker niet. Je hebt een orgel nodig voor de evangeliezijde, de kant waar het evangelie wordt voorgelezen. En je hebt een orgel nodig voor de epistelzijde, de kant waar in de mis de brievenlezing plaatsvindt. Heb je ook twee organisten die je moet benoemen, dus dat is zeker uit. En daar moet je er ook wel mee. Die organisten zitten dus met hun rug naar elkaar toe, maar de fronten tegenover elkaar. En die spelen elkaar toe, die maken toespelingen. Dus Pietje begint met Jan, Han, 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 Pie. En Jan gaat verder met Jan, wordt van links, wordt van rechts. Nou, dat wil zeggen, als de een toetsenist is en de ander niet draait, dan is dat weer een hele aparte tak van sport. Thank you.
Thank you.
het schip eigenlijk ook wel mooi zien. Zo precies in het midden tegenover de kansel. Het gaat over het bezoek van Salomo aan de koningin van Sheba. Je hebt een groot oratorium van Georg Friedrich Händel. Dat begint in een symfonia wat het bezoek van deze koningin moet voorstellen. Dat gaan we bespreken. Er wordt het eerst op de Violetta en vervolgens wordt het
dan zijn we toe aan, zoals de Zuid-Europeanen dat zo mooi zeggen, het toemaakje, de toegift. En het leek ons een goed idee om nu nog eens een keer die sonate voor twee orgels te laten horen van Piazza, omdat het nog een stuk bijna nog gaat en omdat het dan weer een mooie afsluiting is van dit concert. Ik kom even mee. Voor uw bezoek. U zult begrijpen dat hier vast wel een keer een vervolg komt. Tot dan.
van Jozef Haydn, dit stukje. Ook voor ja, mechanische orgel. Een klok eigenlijk, met een orgelrempje erin. Nog eentje dan en dan. Hoe lang wordt het? Thank you.